Maar laten we maar gewoon even lekker met het gesprek beginnen. En dan wil ik eigenlijk met jou, Michel, beginnen. Kan je Michel. uitleggen waarom je eigenlijk taallessen bent gaan volgen? Omdat ik er tegenaan liep, zeg maar, tegen de Nederlandse taal. En dat het ook al in het verleden, zeg maar, op school niet zo goed ging. In de klas, Nederlands leren, dat zat er gewoon niet in. Voorlezen in de klas moest ik, terwijl ik aan de beurt was. Maar die angst die had ik al en op een gegeven moment kwam het helemaal niet meer uit om voor te gaan lezen. Ja. En die schaamte ook, die is erg groot. Dat je dan in de klas niet mee kan komen. En op een gegeven moment ben ik verder in het leven naar Nederlandse les gegaan. Omdat de mogelijkheden toen waren. En later in het leven ben ik bij Mondriaan terechtgekomen. Omdat Ja, toen nu als ik... iemand mij aanraadde om daar wat met het taalprobleem te doen. Ja, dat was iemand bij het taalhuis. Dat is wel leuk. Iemand bij het taalhuis raadde Ja. hem aan om naar Mondriaan te gaan voor taalles. Als je daar nou op terugkijkt, en dat is altijd heel lastig, maar wat zou je nu mensen aanraden die moeite hebben met lezen of schrijven en nog steeds die schaamte niet voorbij zijn? Wat moeten ze doen? Er zijn veel mensen die ook met diezelfde gedachten zitten als mij. Ook die angst hebben om het er niet te laten zien aan de buitenwereld. En het aanraden is gewoon, probeer het gewoon om naar die Taalplus school toe te gaan. Om je eigen open te stellen. En dan zie je vanzelf dat er een hele wereld open gaat voor mensen die ook dat probleem net hebben als jij. Ja, want we weten dat er in Den Haag bijna 25%, dus een kwart van de Haagse bevolking, heeft dus moeite met lezen, schrijven, digitale vaardigheden, rekenen. Dus dat zijn er heel erg veel. Ongelooflijk. Dus, en die zitten nog lang niet allemaal bij het taalhuis of bij het Mondriaan. Dus er moet een hoop gebeuren. Nou, daar gaan we straks met de wethouder ook over hebben. Je zit nu op school, doet die conversatieles of bij dat taalhuis. Ja. Wat heeft het jou opgeleverd? Wat heb je eraan? Ik weet over de Nederlands maatschappij, over de traditie, how the Nederlandse cultuur is, over veel dingen over Nederlandse cultuur. Leuk. Samenleven, maatschappij, is niet alleen leer en taal is meer dan leer woorden, is meer dan dat. Ja, ja. Traditie. Wat vind jij het leukste aan de Nederlandse cultuur? Alles. 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 Nou. Ja. De samenhang in zo'n stad, in zo'n land, ja, dat kan niet vaak genoeg gezegd worden hoe belangrijk dat is. En taal speelt daarin, het is niet het enige, maar taal speelt daarin wel een heel belangrijke rol. Als je elkaar niet kunt verstaan, kun je elkaar ook nooit begrijpen. En als je elkaar niet begrijpt, heb je dus letterlijk geen begrip voor elkaar. En begrip is volgens mij wat nodig is om het een beetje leuk te houden met elkaar, om het gezellig te hebben met elkaar en om te bouwen aan een samenleving waar iedereen mee kan doen, waar iedereen dezelfde kansen krijgt om mee te doen, waar iedereen ook die kansen kan pakken om mee te doen. Waar het juiste onderwijs gegeven kan worden, waar je kunt sporten, waar je gewoon mee kunt doen. En dat is denk ik, nou, taal is daarin de verbindende factor, zoals je dat dan noemt, denk ik. Ja, en de afspraken daarover, die hebben jullie dus opgeschreven voor de gemeente Den Haag in die taalnota. En daar staan ook dingen in over de taalketen. En daar weet Ingrid weer veel meer van. Ingrid, kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, in de taalketen, of in de taalketenoverleg heet het eigenlijk officieel, werken organisaties en de gemeente samen om ervoor te zorgen dat er voor iedere volwassen Hagenaar een goed en passend taalaanbod is. Vanuit de taalketenoverleg hebben we de taalketenaanpak ontwikkeld. En die aanpak die doen we nu in een heleboel Haagse wijken. Via taalplatforms en Change Labs, zoals dat dan zo mooi heet, brengen we in kaart wat er is in de wijk, wat er nog ontbreekt en wat de bewoners erbij zouden willen hebben en hoe we dat zouden kunnen organiseren. Nou, dat bespreken we weer met de gemeente.
En samen met de gemeente kijken we wat zijn de mogelijkheden. Nou, onlangs zijn er in, bijvoorbeeld in de Schilderswijk en in Rustenburg-Oostbroek Change Labs gehouden. Dat is met organisaties, taalorganisaties en bewoners samen. Nou, en daar komen dan dingen uit als, wij willen eigenlijk meer oefenplekken in de wijk om de taal, het spreken te oefenen. Of wij willen onze digitale vaardigheden kunnen verbeteren. Of we willen graag dicht in de buurt, en dat geldt heel veel voor vrouwen, dicht in de buurt ook taallessen op een hoger niveau, zodat we verder kunnen. Hè, er is heel veel taalaanbod op een basisniveau, maar we willen ook heel graag aanbod op een wat hoger niveau, zodat mensen ook kunnen doorstromen uiteindelijk bijvoorbeeld naar het mbo. En dus worden Michel allerlei, zo goed gedaan heeft. Dus er worden allerlei ideeën opgehaald en dan allemaal plannen gemaakt, maar het moet er ook gebeuren. Hilbert, hoe gaan we dan zorgen dat het ook gebeurt? Ja. Dat is een goede vraag. En misschien mag ik hem nog even samenvatten in hoe ik de taalnota zie. Drie dingen zijn daarin voor mij heel belangrijk. En dan beantwoord ik daarna jouw vraag, Lodewijk. Ja. Drie dingen. Het eerste is wat mij betreft dat we inderdaad in staat zijn. Dat we het voor elkaar krijgen dat iedereen dat aanbod krijgt wat op hem of haar van toepassing is. Dat betekent iedereen is natuurlijk anders. Precies wat jij net zegt, Victoria is iemand anders dan Michel. Michel heeft een andere vraag dan Victoria. Dus ik denk dat onze uitdaging is om te zorgen dat wij het taalaanbod zo maken dat het voor iedereen op een andere manier van toepassing is. Dat is één. En twee is denk ik dat we ook, en dat moeten we bij onszelf beter misschien doen, zorgen dat alles op elkaar aansluit. Dus als iemand ergens bij de gemeente aanklopt voor een uitkering of voor een vraag over onderwijs, dan moet daar vraag over taal ook beantwoord kunnen worden. Dus dat we daar je beter kunnen helpen. En een derde is wat mij betreft, en dat is door deze coronatijd denk ik, wat ons dat ook leert, dat we zelf flexibel kunnen zijn. Dat wil zeggen dat wij ons aan kunnen passen aan de situatie. Want misschien is het wel zo dat we met elkaar veel meer via de computer moeten gaan doen in de toekomst. Dat merk je nu natuurlijk al. We zitten nu niet bij elkaar, maar we zitten op dit scherm. Dus de digitalisering, de vraag hoe je daarmee omgaat. En dan moeten we ons kunnen aanpassen aan een omstandigheid. Nou, die drie dingen zijn voor mij belangrijk. En hoe zorgen we ervoor, Lodewijk, inderdaad, dat het dan ook echt gebeurt? Opschrijven is leuk. Maar vervolgens moet het ook echt gebeuren. En daar, daar werken bijvoorbeeld Ingrid en ik met elkaar samen om te zorgen dat als wij horen dat ergens op een bepaalde manier behoefte aan is, dat wij het zo aanpassen dat dat ook beantwoord kan worden. Een voorbeeld is, je hebt op dit moment wel wachtlijsten. En die wachtlijsten zijn er op zich niet per se omdat er veel te veel mensen zijn. Maar die zijn er vooral omdat we nog niet de goede cursus voor iedereen op dat moment beschikbaar hebben. Dus dan zeg ik, en Ingrid samen zeggen wij, dan moeten we ervoor zorgen dat we dan toch maar die cursus aan kunnen bieden voor die mensen die al wel willen. En dan kunnen we in ieder geval door, dan is er geen wachtlijst meer. Nou, dat zijn dingen, dan moeten we gewoon misschien wat vaker met onze vuist op tafel slaan en zeggen, zo gaan we het doen. Ja, en wat gaan, want Victoria en Michel die hebben al een stad genomen, maar wat gaan zij en de mensen in hun omgeving die misschien ook wel moeite met de taal, wat gaan zij daarvan merken? Nou, ik denk dat meedoen, dat is op alle manieren is dat van belang. Hè? Als je kinderen op school hebt, dan vind ik het heel belangrijk dat als jouw kind dan thuis komt, dat hij of zij ook kan vertellen hoe het op school was. En ook een schriftje kan laten zien met de les waar het over ging. Dus ik denk dat we als we meer zo kijken naar dus de gebruiker van het taalaanbod. Dus is het iemand die jonge kinderen heeft, dan heeft hij of zij behoefte hieraan. Dan zorgen we ook dat is wat hij gaat leren. Dus dat is denk ik wat iedereen ervan gaat merken. Iemand anders zou bijvoorbeeld kunnen zijn iemand die in het Westland werkt of in de stad Den Haag werkt. Hier naartoe gekomen is als arbeidsmigrant, dus zoals we dat noemen, om hier te komen werken. Mm-hmm. Die moet weer mee kunnen doen op het werk. En daar proberen we via de werkgever te zorgen dat hij zegt, hey, je kunt ook taalaanbod doen. Dus dan zou zo'n werkgever misschien wat vaker tegen je zeggen, denk erom, we proberen wel Nederlands met elkaar te praten als het even kan. En daar kun je ook hulp bij krijgen. Dus ik denk dat je wat vaker zult horen, je kunt hulp krijgen en je kunt daar naartoe. En het is wat jouw behoefte is, daar proberen we in te voorzien. Jullie onwijs bedanken voor het delen van jullie verhaal. En dan succes met die taalnota. Zorg maar dat het snel van het papier naar de actie overgaat. Dat is het belangrijkste.